Yo mensen, welkom bij deze video. Mijn naam is FIFA Boy 1999. Met vandaag twee wedstrijden op het programma. En de eerste wedstrijd is de klassieker. Een klassieker om nooit te vergeten. Dat is het. Want het wordt echt een top, een mooie klassieker voor Feyenoord. In de eigen Kuip. We gaan het hier zien. Hier zien we de spelers van Feyenoord. Xhaka. En hier zien we van Ajax, waar ik even niet op kan komen. Want ik herken hem niet. En dan gaan we de wedstrijd krijgen. De spelers gaan opkomen. En jullie horen de opkomstmuziek van Feyenoord in de Kuip. Jullie horen het. Feyenoord Ajax. De klassieke. Om nooit te vergeten. Je moet erbij zijn. Om te voelen wat hier in de Kuip gebeurt. Het is Feyenoord Ajax. Het is 0-10 tegen 0-20. En hier, Hazard, waarvan zijn broertje misschien ook naar Feyenoord komt. Daarover later meer. Hand eruit, kameraden. Klinkt door de Kuip. Aanvoerder bij Ajax, Blind. En aanvoerder bij Feyenoord natuurlijk, Jorginho Wijnaldum. Opstelling van Feyenoord. Leno de Graaf, De Vrij. Ake, Terni, Xhaka, Wijnaldum, Toornstra, Elis Jansen en Hazard. Hier, zo speelt Feyenoord. En dan gaan we door naar de opstelling van Ajax. Die zien we de spelers elkaar de handen schudden. De scheidsrechters worden ook de handen van geschud. Door de Ajax opstelling van Leer, Mazri, Christensen, Malagan, Blind, Simon de Jong, Eiting, Engelenkamp, Neres, Labiat en Bandé. Ja, dus het is niet meer wat het geweest is. Het Ajax van toen met Frenkie de Jong, De Ligt. Die zijn allemaal weg. Van de topspelers. Er is eigenlijk niet eentje overgebleven. En we gaan beginnen aan deze wedstrijd. Feyenoord-Ajax. De klassieker in de Kuip. Tony. De man hier. En we gaan aftrappen. Wijnaldum. Na 2 minuten speeltijd. Krijgt Feyenoord de eerste mogelijkheid. Tony. Hazard. Kappen, voorgeven, komt een vroege goal in deze klassieker. Elis krijgt de bal en het is 1-0 voor Feyenoord. Het is 1-0 voor Feyenoord en we staan voor in de eigen Kuip. Prachtig om te zien, de voorsprong van Feyenoord in de eigen Kuip. Hier zien we de aanval weer, het volgende aanval na 7 minuten. Hoe komt er dan al de 2-0? De Feyenoord is op dreef, want het maakt het 2-0 binnen 10 minuten. Het is dit keer Vincent Jansen die de goal mag maken in de Kuip, in de klassieker. Wat een wedstrijd, nu al voor Feyenoord. 2-0 voorsprong voor de Rotterdammers. Kan het nog erger worden voor Ajax? Zitten we intussen in de 10e minuut. Als Wijnaldum de bal krijgt, Vincent Jansen wordt niet bereikt. Bal wordt gegeven, Ake zit er goed tussen. Ake, Xhaka, Elis, hoogstandje van Elis. Bye bye Wijnaldum. En de bal geraakt en de rebound zit erin. Het is 3-0 voor Feyenoord. Over en uit zou je zeggen. Voor Ajax. Nu al. Na een kwartier spelen. Tweede goal van Vincent Jansen. Het is ongemogelijk hoe makkelijk het gaat. Het staat echt op ultimate. Ultimate staat echt. Het niveau staat daarop. Dus het is ongelooflijk hoe het gaat. Ajax die nu misschien probeert aanval te vallen. Maar wij zitten er goed tussen. Wijnaldum. Toornstra. 25e minuut. Bal gegeven op Jansen. Geen buitenspel. Nou, dan kan Jansen zijn hat-trick maken. Nou. Het is 4-0, de derde van Vincent Jansen. En dan is het toch wel een uitslag die toch wel hard gaat voor Ajax. Maar wij zouden toch kunnen gaan winnen in de klassieke. 38 minuten, Ajax komt eruit. Labiat. Kan die hem voorgeven. Zakaria Labiat, hij is er langs. En de bal ertussen, De Graaf. Probeert een beetje hoogstandje achterin te doen. De Graaf geeft hem toch goed. Toornstra, nee, niet bereikt. Elis, Toornstra, Jansen. Jansen krijgt er niet verder. Wijnaldum krijgt hem bij Hazard. Nog voor is de 5-0 voor Feyenoord. De bal komt voor. Elis nog een keer voor. Wijnaldum. En de bal naast. De aanvoerder krijgt er nog niet in. En dan gaan we in de eerste helft nog een paar mensen rust geven voor de Champions League wedstrijd. Jansen gaat eruit en Peters mag erin komen. En dan gaat Crowley in het veld komen voor Wijnaldum.
Tweede helft, 58 minuut. Valt nu mee in de tweede helft. Crowley. Xhaka. Feyenoord laat het een beetje gaan. En nu misschien weer de aanval gaat komen hier. Goede bal op Ellis. Nou, maakt de goal, zou ik zeggen. 5-0 Feyenoord. In de 60ste minuut is het de 5-0. En een prachtig klassieker dit voor Feyenoord. En Ellis maakt zijn goal. En het is 5-0 verdiend voor Feyenoord. 71 minuut. Nou, komt er nog een kans. Nee, de bal gaat naast. En de corner is voor Feyenoord. Engelenkamp gaat eruit bij Ajax. Corner genomen richting de Vrij. Redding van de doelman. Was zomaar de kans op de 6-0. Wordt het zo een dag voor Feyenoord. Crowley. Toornstra. Nee. Crowley nog binnengehouden. Een ingooi is wel voor Feyenoord. Labiat moet er tussen komen. Wij komen er goed bij. Terni nog met het schot. De bal weer over. Weer een corner. Nog een kwartier te gaan. In de Kuip. Tussen Feyenoord en Ajax. Geweldige wedstrijd voor Feyenoord. Oké. De bal iets te ver van zijn voet af. 81ste minuut. Toornstra. Toornstra. Komt hij er langs. Toornstra. En de bal naast. Weer de corner. Komt verder in voor Xhaka. En staat Feyenoord op een 5-0 voorsprong nog steeds. In de 83ste minuut. Leroy verder in komt. Kijk wat hij nog kan brengen bij deze hoekschop. Ellis. Hoekschop. Hier verder en het is 6-0. Leroy verder invallen. Komt er net in voor Xhaka. En hij beslist toch de wedstrijd met de 6-0 overwinning. Hij komt erin. Hij maakt zijn goal. Leroy Fer. En het is over en uit van Ajax. En Feyenoord wint met 6-0. 6-0 van Ajax. Wat ongelooflijk. Deze uitslag. Het echt is natuurlijk al een keer gebeurd. De 6-2. Nu 6-0. Hazard. Nou, kan er nog een 7 in zitten. Hazard. Ajax is gezien. Maar het blijft bij die 6-0. En dat is maar goed. Dat we winnen. De klassieker met 6-0 van Ajax. Hier zien we Vincent Janssen met 3 doelpunten in de klassieker. Hier gaan we een traintje doen. De wedstrijd zit erop. Een paar jeugdspelers gaan omhoog. En ik ga jullie laten zien dat echt mijn niveau op ultimate staat. Ultimate, hoe je het ook moet zeggen. Maar het staat op het allerhoogste niveau. Hier even eens de persconferentie doen. We loven het Feyenoord natuurlijk. Karsten van spelen, maar ja, die is door het bestuur uit de selectie gezet. Hier raak ik jullie toch even laten zien naar instellingen. Ik zat even te zoeken waar het ook weer moest. Even kijken, hier. Instellingen, je ziet het staat op ultiem. En dat is het hoogste niveau, dus... Ja, weet je, ik kan op zich niet zoveel aan veranderen. Alles staat nog precies hetzelfde zoals de as, dus... De 6-0 overwinning, nou, dat zal er wel kloppen. Want ja, Ajax was niet zo goed wat het geweest is natuurlijk. Hier een paar spelers uit de wissel, uit de reservebank op de wissel zetten. Peders halen we even rust en dan Anjos mee. Hazard laten we erin zetten. Ellis vervangen we door Sinisterra. Ellis krijgt ook even de rust en dan mag... even kijken. Hij mag mee en dan mag Crowley Smits mee. De Wit mag in de basis voor de Vrij. Dan zit de opstelling met, nou even kijken, Van der Linde. Ja, doe Van der Linde maar. En dan zit de opstelling tegen Sparta Praag. In de eigen Kuip. En na 30 minuten krijgen we eigenlijk de eerste grote kans. Sinisterra, Toornstra. Toornstra Jansen. Hazard. Eerste kans Feyenoord, gelijk een goal. Hazard, kappen en schieten. En het is 1-0 voor Feyenoord. Eden Hazard maakt de goal. We staan voor in de Kuip. In deze Champions League wedstrijd. De rest die voor te hebben verloren volgens mij. Ja, die hebben we toen verloren. Nu winnen we toch in de eigen Kuip. Zou je zeggen, 1-0 voorsprong. 41ste minuut. Nu ondertussen, als de tegenpartij misschien een aanval weer te krijgen. Ja, die gaat komen. Die aanval gaat komen voor de tegenpartij. Die komt er. Tete en de bal over. Leno hoeft er niet aan te zitten. 57ste minuut, nog steeds de 1-0 voorsprong van Feyenoord. Kan Feyenoord die uitbreiden? Met Terni die er goed tussen zit. Hazard. Binnenkort misschien samen met zijn broertje bij Feyenoord. En Sinisterra. Kan hij wat doen? Nee. In de wandelgangen gaat er rond dat de broer van Hazard naar Feyenoord kan overkomen. Dat zijn contract afloopt. Hier de kopkans en de bal gered door de keeper. Omdat zijn contract afloopt. En Feyenoord, Fokker, Robin en Dirk Kuyt zijn geïnteresseerd in hem. Sinisterra. Bal hierbij Ver. Jansen. Toornstra in de handen van Nita. Nog steeds 1-0 voor Feyenoord. Maar 1-0. Jansen. Hazard. Eden Hazard. Hazard goed gegeven en tussen de benen door van de keeper is het 2-0.
Vincent Janssen maakt de goal voor Feyenoord in de Champions League wedstrijd. Mag hij zijn goal maken, zijn goal in de Champions League. 70e minuut nu. Sparta Praag komt er weer uit. Komen we nog met een tegengoal. Komt er een goal. Weghalen. En het zijn het. Komt de Haan erin voor Toornstra. En is die 2-0 nog steeds voor Feyenoord. In de 71e minuut. 72e minuut. Danny. Oeh, bal te hard gegeven op Ake. Zo is de bal weer voor Sparta Praag op een hele gevaarlijke plek. Bal voor. En de handen van Leno. Goeie bal, Sinisterra. Dan komt er dan de 3-0, Sinisterra. Sinisterra krijgt hem niet verder, toch nog bij Jansen. Jansen op de Haan, de man die erin kwam, kan die een goal maken? Nee, hier de rebound van Hazard. En de bal gaat over. Hoeks, de doeltrap. 33e minuut nu. De Haan. De Haan, nou schiet hem dan erin, jongen. En nee, de redding weer van de doelman. Ook Jan de Haan krijgt hem er niet in. Nog een keer ervoor. De Haan. Prachtige kopbal. En het is nu wel 3-0. En nu wel Jan de Haan die de goal maakt. Onze jeugdspeler. Hij is goed bezig. Goed op weg. En ik denk als Ellis zou weggaan. Dan wil ik hem als basiskracht in gaan zetten. Maar we winnen met 3-0. De Champions League wedstrijd thuis in de eigen Kuip. En hier gaan we eens tegen VV Venlo simuleren voor jullie. En dan beginnen we de volgende aflevering met Schone Lei. Dan gaan we simuleren. En die spelen we gelijk. Oké, en dan volgens tegen NAC Breda, die spelen we. En dan Sevilla. Ik bedank voor het kijken. Er komt duimpje omhoog en zeg altijd. En zoals nu, later.